Van harte welkom in deze aflevering van het Koetshuis. Eén gast en dat is Kok van den Heuvel van Joblanceer. Kok, van harte welkom. Dankjewel. Er is jou de afgelopen weken, maanden heel wat overkomen, hè? Ja, kun je wel stellen. Kun je dat eens schetsen? Ja. Ik ben ineens zomaar van mijn bed gelicht door een leuke overmacht van allerlei mensen. En dat, waarom was dat? Dat was naar aanleiding van mogelijke fraude die geconstateerd zou zijn bij jouw bedrijf Joblanceer. Dat is wat ze beweren. Maar tenminste, dat is wat ze beweren bij mijn aanhouding. Mm-hmm. Maar eigenlijk ligt daar aan ten grondslag dat ze voor de rechtbank het kort geding verloren hadden. Ze en Joblanceer, voordat we daar terecht gaan komen, Joblanceer, wat doet dat? Ja, mensen die echt helemaal tussen wal en schip zijn gevallen zijn, die echt helemaal stuk zijn, die zetten wij weer in de maatschappij. Jeugdigen met name. Ja, dat is grofweg tussen 15 en 20, of 25, zeg maar. Nou, een aantal jaren geleden ben jij Tielenaar van het jaar geworden. Ja. Omdat jij zo goed werk deed voor diezelfde maatschappij. En nu met pek en veren door de stad heen. Dat is nu wat men publiekelijk aan het doen is. De rechterlijke macht is nog helemaal zover niet. En zover zal het ook wel niet komen, want men denkt dat ik huizen op de Bahama's heb en ik minstens 3 Maseratis heb. Ja, ik heb nieuws voor ze, ik zoek er ook naar. Je hebt dat dus niet, maar goed, dat is dus een financieel verhaal. Ja. In de basis wordt gezegd, die kok, ja, hij doet goed werk met zijn bedrijfje, maar het is niet goed georganiseerd en daar gaat het mis. Dat is wat men zegt, ja. Dat is, ik kan daar inhoudelijk niet heel erg veel over zeggen. Omdat dat onder de rechter is, maar dat heeft ook te maken met privacywetgeving. Je kunt niet alles zeggen wat je zou willen zeggen. Mm-hmm. Vergelijk het maar met een dokter. De dokter mag niks over zijn patiënt zeggen. De patiënt mag wel wat over de dokter zeggen. En dat betekent dus dat ik inhoudelijk over heel veel dingen niks kan zeggen. Terwijl dat eigenlijk voor mij heel ontlastend zou zijn. Bij Omroep Gelderland is een zeg maar ex-patiënt of cliënt van jou aan het woord geweest. Ja. Daar gaan we nu even naar kijken. Je wil een mooie toekomst opbouwen en dat wordt op deze manier wordt dat eigenlijk tegengehouden. Al 2 jaar hangt er een claim van 25.000 euro boven het hoofd van Jordi van Schaik. Het is een zure erfenis uit zijn tijd bij de Tielse zorgverlener Joblanceer, omdat die zijn persoonsgebonden budget niet juist zou hebben besteed. Het feit dat ik nu nog gemarteld word, want zo voelt dat, ik kan niet verder. De 23-jarige Jordi leidt aan borderline en heeft een licht verstandelijke beperking. Hij krijgt nu de nodige begeleiding bij een zorgmanege in Deil. Maar dat is niet altijd zo geweest. Nou kijk, hier sliep ik. Een paar jaar geleden zat hij dus nog bij de Tielse zorgverlener Joblanceer, die jongvolwassenen zoals hij begeleidt bij zelfstandig wonen. Via Lanceer kreeg hij hier in Tiel een kamer. Maar de zorg was volgens Jordi beneden alle peil. Dit huis staat voor een hoop verdriet, boosheid, eenzaamheid. En ook zeg maar de ontwikkeling van mijn verslaving. En van de problemen waar ik nu nog last van heb. Hoe zag een dag er hieruit? Ja, niet. Gewoon veel op bed. Blowen, drank. Eigenlijk gewoon niks doen. Hoe vaak kwam er iemand langs dan? Op zijn hoogtepunt 2 keer in de week. En dat is niet de zorg en de begeleiding die ik nodig had. De werkplaats van Joblanceer op archief. Cliënten krijgen hier dagbesteding door te sleutelen in de tweedehands brommerzaak van de oprichter van Joblanceer, Kok van den Heuvel. Jordi moest er ook naartoe. 1 keer geprobeerd, ik vond het helemaal niks. En daarna nooit meer gedaan. Nooit wat gedaan bij Joblanceer. Geen dagbesteding en slechts enkele uren per week begeleiding. Voor deze zorg brengt Van den Heuvel 5300 euro per maand in rekening. Dat geld incasseerde hij rechtstreeks vanuit Jordi's persoonsgebonden budget. Jordi vertrouwde hem blind. De hand die je voedt, degene die je helpt, die ga je toch niet in de weg zitten. Voor mij was op dat moment was hij me redden in nood in het begin. En ja, daar ga je niet twijfelen of je gaat er niet tegenin. Joblanceer is de laatste jaren vaker in het nieuws omdat de zorgverlener wordt beschuldigd van fraude. Justitie is onlangs een onderzoek begonnen. Van den Heuvel heeft 3 dagen vastgezeten voor verhoor. Hij ontkent alle aantijgingen, maar wil dit niet voor camera toelichten. Ondertussen komt Jordi steeds verder in de problemen. Hij is zelf verantwoordelijk voor zijn persoonsgebonden budget en had moeten zien dat zijn zorggeld niet goed werd besteed.
Zijn PGB is daarom stopgezet. En zorgkantoor VGZ wil 25.000 euro van hem terug hebben. Ik ben anderhalf jaar weg, maar het achtervoelt me nog elke dag. Hoe dan? Ja, ik vraag me af hoe gaat dat nu met de PGB? Krijg ik wel weer de zorg, kan ik de zorg straks inkopen die ik nodig heb? Dus dat achtervolgt. En dan kan iemand niet zeggen, ja, ik deed het voor jou of ik wilde jou helpen. Want uiteindelijk heeft hij niet de zorg geleverd die hij moest leveren. En uiteindelijk, aan het eind van de rit, gaat het allemaal om geld. Dat is eigenlijk een heel triest verhaal wat daaruit komt. Het is een triest verhaal wat hij vertelt. Maar het is niet het hele verhaal. Er is veel meer over te zeggen. Maar dan moet ik jammer genoeg, en dat is in dit geval gewoon jammer, moet ik zeggen, ik kan er niks over zeggen. Ik moet die jongen niet beschadigen. Hij moet zichzelf maar beschadigen. Daar kan ik hem niet van weerhouden. Wij hebben heel veel voor hem betekend. En dat kan ik dus niet nader toelichten. En eigenlijk, als hij in de knoop zit, dan hangt hij nog steeds aan de telefoon. En dan kan hij zelfs nog bij me terecht. Ondanks wat hij nu doet, want die jongen is stuk. Dat is nou eenmaal zo. Het is onder de rechter, dus dat is moeilijk praten. Ja. Maar als we er eventjes met een helikopterview boven gaan hangen. Het systeem zoals dat nu werkt, hè, zoals dat er centjes komen vanuit een PGB. Is dat wel voor 100% van toepassing op wat jij eigenlijk doet? Nou, ik moet je eerst even corrigeren. Het gaat niet over PGB, het gaat over zorg in natura. Dat betekent een raamcontract met in dit geval regio Rivierenland, waarin je dus de zorg rechtstreeks bij de gemeente declareert. En dat gaat niet via een PGB. Zo ging het voor de transitiewet, dus voor 2014. Mm-hmm. Maar als ik even in jouw helikoptertje stap, dan werkt dat systeem eigenlijk te goed, want wij presteerden veel meer dan eigenlijk in die regelgeving vervat ligt. Mm-hmm. He, dus wij leverden een veel grotere prestatie. Maar omdat wij aan het voorfront lopen van wat die zorg inhoudt. Er is nu ook een hele landelijke discussie gaande over FACT. En over het preventief van de straat plukken van echte probleemgevallen. Voordat het levenslange draaideurcriminelen worden. Daarin opereren wij. Dus dat verklaart ook wel waarom heel veel mensen niet begrijpen wat wij doen. Er zijn rapporten gemaakt, hè? In het verleden al, waaruit kwam van nou, er is mogelijk sprake van fraude. En dat wil dan zeggen niet zozeer dat er geld achterover gedrukt is, maar dat er bijvoorbeeld, ik roep even wat, voor een tientje is ingekocht. Dat jij op papier voor 6 euro hebt geleverd en wat er met die andere 4 euro is gebeurd, heeft men geen idee van. Dat is eigenlijk in essentie het verhaal wat er nu speelt, hè, het onderzoek. Nee, die rapporten die zeggen iets heel anders. Nou ja, daar kwamen dan heel veel punten uit. Hè. Op de ene voldeed je niet, de andere wel. En bij een derde was je op de goede weg. En zo werd dat steeds beter. Toen kwam ineens, als donderslag bij helder hemel, de verklaring van de gemeente Tiel dat er mogelijk fraude was. Nou, dat zeg je heel goed. Dat klopt. Het was inderdaad een donderslag bij helder hemel van de gemeente. Ik zie zelf een link tussen een begrotingstekort van 2,5 miljoen en het geld wat ze aan joblanceer kwijt zijn. Daar zie ik een link. Bovendien zie Wat baseert dat op? Ze hebben een tekort op de begroting en ze moesten eigenlijk nog meer, want ze moesten nog meer gaan betalen. Want de gemeente Tiel aan joblanceer? Ja, aan joblanceer. Want de gemeente Tiel kwam al heel erg lang zijn betalingsverplichtingen niet na, om allerlei vage en onduidelijke redenen. Vandaar ook dat we dat kort geding op 3 oktober hadden, waaruit kwam dat de gemeente Tiel moest gaan betalen. Dus in plaats van dat ze geld kregen, moesten ze geld gaan betalen. En daarop hebben zij zeg maar een overtreffende trap, een vlucht naar voren gemaakt. En dan moet je het groot oppakken, wil je zo'n ingrijpende maatregel kunnen doen. Dus dat begrijp ik wel. Dat is ook een zware beschuldiging eigenlijk, wat je nu afgeeft. Ja, in wezen wel, ja. Maar ja, het is ook een zware beschuldiging die naar mij geuit wordt. Dus ja, dan dat is gewoon een gegeven. Bovendien die... Maar ik kan me voorstellen, hè, dat zo'n gemeente dan geld vasthoudt. Als blijkt dat daar het een en ander niet goed gebeurt. Dus als men zegt, want er is natuurlijk een dispuut. Hè, de ene zegt van ik wil nog geld en de andere zegt van nou misschien moeten we wel geld terugkrijgen. Dat men geld vasthoudt om dat eventueel later te kunnen corrigeren. Vandaar ook dat de rechter daar iets over gezegd heeft. Ja, en op basis van de toen bekende feiten. Nee, want de feiten zijn niet veranderd. De gemeente heeft zelf het speelveld veranderd. Ja, dat kan.
En vanuit, zeg ik, vanuit die gedachtegang van hallo, we hebben een tekort op de begroting. Hier kunnen wij mooi een gat vullen. Nou, oké, daar kan ik me iets bij voorstellen. Ja, toch zijn de signalen sindsdien die naar buiten gekomen zijn van Kok. Het is in de basis een kerel die staat voor zijn werk en voor de mensen waar hij mee werkt. Maar er wordt vaak een loopje met hem genomen. En het loopt ook niet altijd even goed op papier. Hoe is jouw reactie daarop? Dat is een reactie van de klok en de klepel. Mensen weten niet hoe het in elkaar steekt en roepen dus maar wat. Ja, dat kan. Ik bedoel, je kunt een indruk hebben, je kunt een mening hebben. Maar vanuit de gemeente wordt toch een zorgaanbieder goed gecontroleerd? Ik zal het je nog sterker vertellen. Ik ga even terug naar de eerste inspectie, het eerste inspectiebezoek van IGZ. De IGZ, wat IGZ is dat? IGZ is de inspectie van het ministerie van Volksgezondheid. Mm-hmm. Dus het landelijke gebeuren. Die inspecteur die wist perfect te duiden, dan heb ik het over al 2014, hè, dus het eerste rapport wat uitkwam. Die inspecteur die zegt, joh, luister eens, ik ga jouw huiswerk geven, want ik vind dat jij op administratief gebied een aantal dingen anders moet doen dan je ze nu doet. Dat is huiswerk. Maar daarvoor heb ik al een afweging gemaakt van, joh, is deze zorginstelling, is dit een goede club, ja of nee? Want als ik vind dat het geen goede club is, dan geef ik de minister een aanwijzing om de AGB-code in te trekken. En dat is wat die inspecteur me dus echt vertelt in november 2014. Mm-hmm. Hij zegt dus, ik heb al de afweging gemaakt op grond van wat ik weet en op grond van de gesprekken die we hebben en op grond van de documenten die ik gezien heb. Jouw instelling deugt, maar vergelijk het met een school waar de wc vuil is. Perfect onderwijs, maar de wc is vuil. Dus ik ga jou vertellen, je moet de wc schoonmaken en je moet de gang schoonmaken en je moet het raampje eens boenen en nog een aantal dingen. Dat is huiswerk. Dat waren die beroemde 16 punten uit dat rapport. Ja, in de gemeenteraad is dat ook behandeld. Ja, maar let op. Nee, even wacht. Voor je duiding, als je me onderbreekt, dan ga je het verhaal onderuit halen. Dat is niet goed. Bovendien, je moet aan feitwaarneming en we moeten nu even meningen en feiten scheiden. Ja, nou, er was ook geen mening, was een feit. Want toen nee, het was geen feit. In de inspecteur, de raad, die roept van alles, maar de raad die heeft nagelaten om bij de inspecteur na te vragen hoe ze dat rapport moeten duiden. Die inspecteur heeft me dat ook perfect uitgelegd. Mm-hmm. Hij zegt, van een burger mag je verwachten dat ze het niet snappen, maar van een professional horen te weten hoe je zo'n rapport moet duiden. En als ze het niet weten, dan moeten ze me dat even vragen. Nou, dat is waar het mis is gegaan, want dat hebben ze dus nagelaten. Die inspecteur die zegt dus, jouw club deugt, maar je moet je wc schoonmaken. Nou, dat verwoord ik in dit rapport. En daar krijg jij gewoon de tijd voor, want dat is helemaal niet zo ernstig wat er mis is, maar het moet wel verbeterd worden. Prima, komt er een verbeterplan en dat op een gegeven moment drie rapporten later, keurig netjes volgens de planning die daarvoor staat, dus niks geen gekke dingen, krijg je een rapport waarin eigenlijk staat, joh, je doet het fantastisch en wat lopen jullie toch voor de muziek uit. Dat rapport is er ook. Ja, toen, dat hebben we met z'n allen niet willen lezen. Dat wilde ik ook vertellen. De raad heeft toen gezegd, oké, we geven job lanceren het voordeel van de twijfel. We blijven met die club in zee gaan als het gaat om steun vanuit PGB's en mensen die zorg in natura, geen PGB's. Zorg in natura, goed. Ja, dat maakt een boel uit hoor. Nou oké, zorg in natura's. In natura. We zijn nu in 2017 beland. Ja. En de stekker gaat eruit. Ja. En dat slaat helemaal nergens op. Want kijk, ik denk dat de GGD op pad is gestuurd om dat gat in de begroting te dichten. En dus moet je wel een stok zoeken om de hond te slaan. Nou, die is best te vinden. Want dan ga je namelijk met een vergrootglas op een administratieve onvolkomenheid zitten. Al of niet terecht, doet er even niet toe. Maar je vindt dat dat zo is. Dat ga je overbelichten en daar ga je conclusies aan verbinden. Zonder enige kennis van zaken. Ja, dat kan gebeuren. Alleen, dan krijg je het beroemde verhaal van hoor en wederhoor. En het jammere is, dat is dan weer zo jammer, we kunnen hier in de media of in het publiek kun je niet gaan doen wat je in de rechtszaal gaat doen. De rechtszaal, daar wordt het recht gesproken. Klopt. Niet in het publiek, niet in het publieke debat. Het publiek kan er wel een mening over hebben, maar die is niet doorslaggevend. En dat geldt ook voor de raad. Als de raad niet weet waar ze het over hebben, ja, dan kunnen ze er wel een mening over hebben, maar dat is dan niet leidend. Dat is hetzelfde als, in de Tweede Kamer heeft de minister al een aantal veronderstellingen tot waarheid benoemd, die nog helemaal niet vaststaan.
Het is zelfs zo erg dat zelfs de officiële beschuldiging moet nog geuit gaan worden. Die is er nog helemaal niet. Dus iedereen zit maar wat te roepen op grond van indrukken en op grond van hearsay. En ik heb gehoord dat en ik dacht dat en ik vind dat en ik vermoed dat. En als ik Jantje en Pietje aan elkaar koppel, dan zal Marietje er ook wel bij horen. Dat is de kwaliteit van de berichtgeving tot op heden. Mm-hmm. De feiten, die moeten nog boven water komen. Want als dat onderzoek ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt, dan komt de onderste steen boven. En dan zullen ze ontdekken dat er geen huizen op de Bahama's zijn en dat ik ook niet in een Maserati rondrij. En Armani pakken draag ik ook al niet. Goh, wat jammer nou. Want dat is wel de veronderstelling. En laat ik ook eventjes heel erg duidelijk neerzetten dat het aanpakken van de PGB-cowboys, ik zeg het expres tussen aanhalingstekens, omdat het dus iets anders is. Ja, in het land gebeurt dat. Ja, maar daar ben ik het van harte mee eens. Dat is hartstikke goed. Dat is gewoon goed, want het is publiek geld wat misbruikt wordt voor het zelfverrijken van een bestuurder. En dat moet aangepakt worden. Dat vind ik helemaal oké. Alleen ik pas niet in dat profiel. Dus ik heb de pech dat ik nu geslachtofferd word door om een gat in de begroting te vullen. Maar nogmaals, het aanpakken van mensen die publiek geld in eigen zak steken, helemaal oké. Volledig mee eens. Als we nu weer even terugkijken naar de afgelopen periode, zijn best wel verhalen naar buiten gekomen van cliënten van jou, ja. die dan klagen en ja. zeggen dat ze zorg tekort hebben gekomen. Dat is schieten op de kop van Jut. Ja, dat is ook heel makkelijk, hè? Want geef iemand een tientje en hij praat naar jou, geef hem even later 15 euro en dan praat hij naar jou. Dat is logisch, dat neem ik ze niet kwalijk. Want die jongens die zitten in een dwangpositie. Die zitten daar in een verhoorkamer met een rechercheur. Ja, die vertellen alles wat ze horen willen. Dat begrijp ik, dat vind ik logisch. Een gesprek is heel makkelijk te sturen. Dat moeten ze wel. En bovendien, een cliënt die bijvoorbeeld opgevoed wordt, vergelijk hem maar met een dwarse puber. Jij bent vader van een dwarse puber en je hebt zojuist je zoon naar de zolderkamer gestuurd. Ga jij maar eens even op je kamer zitten. En dan komt er een journalist en die klopt op het raam en die houdt een microfoon voor zijn neus. En die zegt, wat vind jij van je vader? Nou, dan krijg jij geen goed rapport hoor, van je zoon. Nee. Nou, dat is het effect wat die cliënten hebben. Ik vind dat volkomen logisch dat ze dat roepen. Het is niet waar, maar ik snap dat ze het roepen. Want die mensen die hebben nou eenmaal die tekortkomingen in hun hoofd, wat wij eruit moeten zien te krijgen. Want wij moeten tenslotte weer werkbare burgers van ze maken. Hè? En dus ik vind het volkomen logisch dat ze dat roepen. Ik neem het ze ook niet kwalijk. Kok, hoe nu verder? Ja, ik moet nu twee sporen bewandelen. Ik moet proberen toch weer de boel draaiende te houden. Want er zijn ook een aantal cliënten die nog steeds aan me hangen. Maar ik moet zelf ook een bestaan hebben. Ik leef nu letterlijk van gekregen geld. En ik moet verder. En die processen moeten hun loop hebben. In jouw organisatie al best wel veel geld om. Hè? En ook mensen die daar werkten. Ja, klopt. Hoe zit dat nu? Nou ja, dat is platgeslagen. Dat kun je vergelijken met een cartoon. En Donald Duck is helemaal platgeslagen. En die grijpt met een handje naar een fietspomp om zichzelf weer op te pompen. En dat is wat ik nu met mijzelf moet doen. Eerst met mezelf. En als dat dan allemaal ooit eens een keer weer rechtgebreien is, ja, dan moet ik die organisatie weer op poten zien te zetten. Omdat wij iets presteren wat een ander niet kan. Dat is een beetje het verhaal. Ik bedoel, wij lopen zo ver vooruit op de landelijke discussie. Want over 15 jaar doet iedereen het zoals wij. Maar dat is over 15 jaar. En wij doen het nu al. Mm-hmm. Denk maar aan het verschijnsel FACT. Flexible Active Client Tracing. De hele GGZ discussieert daarover. De hele GGZ debatteert daarover. Ik heb daar heel wat congressen over bijgewoond. Wat wij doen is iemand van de straat plukken, preventief. En dat kost geld. Dat is, dat is waar het jeukt bij de gemeente. Dat begrijp ik wel, want dat kost geld. Waar praten we over? Als je een probleemjongere van de straat plukt, dus die niet begeleid wordt, hè, dus die regelmatig in de politiecel zit, die naar de gevangenis moet, die bushokjes vernielt, die andere dingen doet, mensen berooft en een uitkering heeft, die kost statistisch gezien 125.000 euro per jaar. Zo. En als die niet begeleid wordt, dan kost hij dat de rest van zijn leven. Ik ken daar voorbeelden van. Ik heb nu, terwijl ik je dit vertel, twee gezichten voor ogen. Die zijn al in de 40 en die zijn al minstens 25 jaar probleemjongeren. Ik pluk ze van de straat en dat kost dan de gemeenschap tussen de 50.000 en de 60.000 euro per jaar.
en ik heb ze een fix aantal jaren. Dan zijn ze na 5 tot 10 jaar zijn het belastingbetalende burgers geworden. Dan heeft de gemeente is een dossier kwijt, de burgerij is een probleemgebied kwijt en de persoon in kwestie heeft een normaal leven. Dat kost dus inderdaad een bak met geld. Alleen het kost minder geld als wanneer ik ze niet van de straat pluk. En als wij nu met z'n allen ontkennen dat dat probleem er is en dat ze langs de straat lopen, ja, dan kun je jezelf voor de gek houden. Maar als je onder ogen ziet, en dan kom ik weer terug bij die landelijke discussie van dat vak gebeuren, als je ze wel preventief van de straat plukt, dan zijn ze op hun 30ste tenminste geland en dan zijn het burgers geworden. En dan zijn het niet op hun 40ste nog steeds die draaideurcriminelen, waarvan ik ook namen en gezichten nu voor ogen heb. Die hebben zich bij mij gemeld en dan heb ik ook moeten concluderen, hier kan ik niks meer mee. Maar als ik ze op hun 20ste krijg en ze zijn op hun 30ste geland, dan heb ik het heel ruim genomen, dan zijn het belastingbetalende burgers met een normaal leven geworden, die geld opbrengen voor de maatschappij in plaats van dat ze geld kosten. Maar ja, het is waar dat dat geld kost. Dat is zo. En het is ook nog eens een keer verschrikkelijk intensief. Je wil niet weten wat voor een disciplines er allemaal langskomen om zo iemand op het goede spoor te brengen. En het is ook waar dat ze niet allemaal lukken, als je dat zou willen zoeken. Want statistisch gezien, er zijn wel wat statistieken van bekend, hebben ze 85% kans om te mislukken. Bij ons is het bijna omgekeerd. Ik denk dat 80% kans op hun pootjes landt. 80% kans is niet goed, 80% van de mensen. Maar dat betekent ook dat 20% niet lukt. En jou, hè? Ik heb wel een cliënt, een van de ontevreden cliënten, die heeft met een mes naar een van mijn collega's staan wijzen. Ja, die zetten we op straat. Daar heb ik nieuws voor, want dat is voor ons ook een grens die niet overschreden mag worden. Mm-hmm. En natuurlijk is die betreffende jongeman ontevreden. Ja, zeker weten, want hij is op straat gezet. Hij vertelt er niet bij dat hij op straat is gezet omdat hij een medewerker met een mes op zijn keel bedreigd heeft. Dat vertellen we er voor het gemak even niet bij. Maar dat zijn wel dingen waar wij dus iedere dag tegenaan kijken. Je doet nu je verhaal bij ons op de televisie. Hoe nu verder, Kok? Wat gaat er gebeuren? Hele grote vraag. Nou, ik vrees dat dit procesgang, dat erg veel tijd gaat vragen. En ik moet dus toch op een of andere manier, linksom of rechtsom, toch eerst mezelf overeind zien te houden. Maar ik moet er ook blijven staan voor de jongens. En het gekke is, dat doe ik al. Ik vertel tegen de jongens die nu nog bij me zijn, kijk, nou zit ik zelf in de shit, kijk hoe ik ermee omga, neem daar je voorbeeld aan. En pak het ook zo aan. Blijf nadenken, blijf rechtop, blijf rechtuit denken, blijf staan voor je zaak. En daar waar je moet corrigeren, moet je gewoon corrigeren, maar blijf overeind. Dat gebruik ik zelfs nu nog. Maar goed, is dat dan vechten tegen de bierkaai als een soort donker shot? Daar lijkt het wel op. Ja, daar lijkt het wel op. En als je het gewoon domweg feitelijk analyseert, is het dat ook. Maar tegelijkertijd, A, ik kan niet anders. B, ik wil niet anders. Ik zal wel moeten. Ja. Want ik kan natuurlijk ook gewoon zeggen, joh, laat de hele boel maar imploderen. Ik zoek een baantje en ik ben klaar. Maar zo zit ik niet in elkaar. Want wat ik deed is goed en wat ik doe is goed. En dat wil ik blijven doen. Ja, dat deed je al toen er ook nog geen centen binnenkwamen van het Rijk. Vanaf 1979 ben ik al bezig. En toen ben ik het uiteindelijk gaan formaliseren. En daar ga ik mee door. Ja. Mag dan de conclusie zijn dat Kok van de Heuvel niet past in het systeem? Ja, dat is een beetje te hard gezegd. Nou, er zijn mensen ook die dat zeggen. Hè? Ja, natuurlijk. Dat begrijp ik ook wel. Dat begrijp ik ook wel. Want ik ben een buitenbeentje, omdat ik zover voor de muziek uitloop. Maar ik ben niet tegen het systeem. Dat is de grap. Dat is de reden waarom ik me daar een heel klein beetje tegen verzet. Want het systeem op zich is goed. Het systeem maakt nu een fout. Maar het systeem aan zich is goed. Okay. Want je moet PGB-cowboys aanpakken. Daar ben ik het van harte mee eens. Daar wil ik geen millimeter tussen doen. Nou ja. Alleen ik ben geen PGB-cowboy. Nee, jij bent de motor-cowboy van Tiel. Laten we het daar dan maar ja, ophouden. Maar goed. Maar het cowboy dan in de goede zin van het woord. Goed. In de goede zin van en ik heb nog steeds geen Maserati. Ik zoek me wild. Nou ja, wat moet je met zo'n ding? Ja, weet ik veel. Met de fiets kom je er ook, hè? Ja, precies. Hey, we blijven het kritisch volgen. Zullen we een afspraak maken als er weer meer duidelijkheid is dat je dat weer komt toelichten? Ja, dat kunnen we altijd zien. Ja. Nou, bij deze dan. Is goed. Tot zover deze aflevering van het Koetshuis. Graag tot de volgende keer.